Geen kadevol zingende kinderen. Maar een aankomst op video vanwege corona vindt de intocht van Sinterklaas in de meeste Flevolandse steden en dorpen dit jaar niet in de open plaats. Er is de afgelopen maanden over nagedacht en overnacht. Redacteur op woning is de Kogel nu eindelijk door de kerk. Ja, lange tijd was het de vraag of die intochten dit jaar wel zouden kunnen doorgaan in Flevoland. Um, dat is meestal zo half november. Het bekende tafereel: Sinterklaas komt dan aan met de stoomboot. Ja, en dan staan daar honderden zingende kinderen en ouders langs de kant. Ja, kan zoiets wel veilig doorgaan onder de huidige omstandigheden? Dat was natuurlijk de vraag. Uh, we wisten ook niet welke kant het op zou gaan met het aantal besmettingen. Dus dat maakt het organiseren lastig... en ook een besluit nemen over die intocht natuurlijk. Uh, een aantal veiligheidsregio's elders in het land... die hebben uh, in september eigenlijk al de knoop doorgehakt. Die hebben gezegd, nou ja, we weten niet hoe het gaat... maar wij doen gewoon dit jaar geen intocht in onze regio. Uh, en de gedachte was daarbij eigenlijk... Ja, het is gewoon lastig om bij zo'n intocht... aan anderhalve meter afstand te houden. Ja, en daarop controleren, dat lukt natuurlijk al helemaal niet. Maar in Flevoland werd dat uh, besluit dus niet centraal genomen? Nee, we hebben in september toen wel direct contact gezocht met de veiligheidsregio in Flevoland. Uh, wij dachten ja, als dat elders zo centraal besloten wordt, dan gebeurt dat in Flevoland ja, vast ook. Maar dat werkte niet zo. Uh, de veiligheidsregio hier die zei je moet gewoon bij de gemeente zijn, want die moeten dat afzonderlijk allemaal besluiten. Nou, dan hebben we natuurlijk die gemeente gebeld, ja, en die zeiden in eerste instantie weer, ja, daar gaan toch de Sinterklaascomités in onze gemeente over. Ja, dus daar ging wel wat tijd overheen. Uh, dan moet ik wel zeggen trouwens, dat in september, op het moment dat dus, um, dat speelde, was in Lelystad al wel bekend dat de intocht daar niet doorging. En dat er een, uh, een alternatieve intocht zou komen op video. Maar die andere gemeenten die namen behoorlijk de tijd. Um, ja, ik snap dat ook wel, want uh, je kunt natuurlijk maar één keer afgelasten. en, en niemand wist eigenlijk ja, welke kant het op zou gaan met die coronabesmettingen. Uh, uiteindelijk heeft de gemeente Urk vorige maand besloten dat het daar niet doorging. Ja, daar staan meestal wel 2000 kinderen en ouders op de kaarten en de ruimte is best beperkt. Dus de, ja, de gemeente vond dat toch niet zo verantwoord. Nou, Dronten volgt al redelijk snel. Ook daar is de aankomst alleen op video te zien. Maar dan komt de Sint Later wel gewoon in het winkelcentrum. En in Almere hebben ze gisteren eindelijk de knoop doorgehakt. Ook daar geen intocht dit jaar. De Sint krijgt dan wel de sleutel van de stad overhandigd door de burgemeester. En dat wordt ook allemaal gefilmd en uiteindelijk aan kinderen op de basisschool getoond. Ja, dat zijn dus vier gemeentes erop. Hoe verloopt de intocht nou in Zeewolde en in Noord-Oostpolder? Nou, in Noordoostpolder is de intocht officieel nog niet afgelast. Maar daar wijst wel alles erop dat het niet doorgaat. Ze zijn daar nog aan het bekijken of een alternatief plan eventueel door kan gaan. Nou, tot slot Zeewolde. Uh, dat is nog wel interessant. Uh, ook daar dit jaar geen traditionele Sinterklaas-intocht. Maar ze hebben daar wel een vergunning aangevraagd voor een optocht. En dat zou dan allemaal helemaal coronaproof moeten gaan gebeuren. Uh, die uh, vergunningaanvraag die is nog in behandeling bij de gemeente, dus dan moeten we even afwachten. Uh, maar ja, dat zou natuurlijk de meest feestelijke aankomst van de Sint in de hele provincie kunnen worden. Redacteur Rob Woning, dankjewel.